In voetbal werkt het ook zo, uh, dat weten jullie ook, dat als je de eerste helft een kool maakt, dan maak je er misschien ook nog wel één. Uh, maar als je die van me één maakt, dan krijg je de mensen achter je. Die, die, het publiek staat hier al uh, enorm achter ons, want we hebben al aardig wat tikken gehad. En toch staan ze ons nog steeds volledig achter ons. Uh, wat prachtig is voor de spelers, want dan kan je in ieder geval nog doorgaan. Uh, het is al zwaar genoeg. En dan, uh, uh, dan verandert een wedstrijd. Maar nu uh, creëren we uh, vijf, zes kansen en we maken er geen één. En dan blijf je maar daartegen aannemen. Want wij zijn natuurlijk wel het team wat continu op zoek is naar de aanval en wat continu probeert overtallen te creëren aan de zijkant. In dit geval aan de zijkant. Dat kan ook bij ons in het midden zijn, maar dat was nu niet zo. Uh, en als je dat dan een aantal keer lukt, dan moet je jezelf ook belonen. En uh, dat hebben we niet gedaan. En dan, dan weet je ook wel eens dat er een bal tussen kan vallen. De eerste helft hebben we twee hele slordige ballen in de opbouw. Dan krijgen zij twee enorme kansen uit. En de tweede helft is het meer een kopduel, wat aan de verkeerde kant valt, uh, verkeerd ingestapt. En dan ligt de bal het netje.